Leerlingen vinden dit nog steeds leuk, een puzzeltje maken. Nou, je kan dat op meerdere manieren inzetten. Bijvoorbeeld, stel je hebt een nieuw onderwerp dat je aan wilt snijden. Nou, dan zou dat plaatje daar iets mee te maken kunnen hebben. En dan heb je een leuke aftrap voor een nieuw onderwerp, een nieuw hoofdstuk of zo. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon gebruiken voor de ontspanning. In principe leent elk plaatje zich voor zo'n puzzel. Nou, die van mij zit in elkaar. Maar hoe maak je nou eigenlijk zo'n puzzel in BookWidgets? Dat ga ik je in dit filmpje uitleggen. Een legpuzzel is eigenlijk een soort spelletje, dus ik moet bij de spelletjes zijn om deze widget te selecteren. En hier zie ik hem staan, de jigsaw puzzel. Ik klik hem aan en dan zie ik welke mogelijkheden ik heb. Ik heb een lege puzzelwidget. Op het tabblad General kan ik van alles instellen en ik heb ook nog twee tabbladen Localization en Design. Maar omdat die in elke widget voorkomen, behandel ik die in een apart filmpje. Ik beperk me nu tot het tabblad General. En daar kan ik de titel invullen. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een puzzel maken van het BookWidgets logo. Nou, dan noem ik hem ook maar zo. Image, daar kan ik het plaatje selecteren. Dus klik op de knop met de drie puntjes. Ik selecteer de afbeelding op mijn harde schijf en hij zit erin. En nu ben ik al klaar. Kijk maar, als ik op preview klik, dan heb ik de puzzel die ik ook in het begin van het filmpje liet zien. Wil ik wat meer uitdagingen, wat meer puzzelstukjes, dan ga ik weer even terug met pijltje naar links. Dan ben ik weer terug in mijn puzzelwidget en dan kan ik hier bij deze getallen aangeven hoeveel stukjes horizontaal ik wil hebben en hoeveel stukjes verticaal. En dan knipt hij dat plaatje op in zoveel stukjes. Dus ik wil een viervoudiging, dus ik verdubbel het aantal horizontale stukjes en het aantal verticale stukjes. Als de puzzel helemaal in elkaar zit, krijg ik een beloningswoord te zien. Reward word. Nou, ik ben geen Brit, maar Nederlander, dus ik wil niet dat er congratulations verschijnt, maar bijvoorbeeld gefeliciteerd. Een uitroepteken. Dan heb ik hier de mogelijkheid om een hint te laten zien. Show hint. Als ik deze aanvink, dan heeft de gebruiker van de widget de mogelijkheid om een voorbeeld van de puzzel te zien, zoals die eruit moet zien als die in elkaar zit. Wil ik meer uitdaging, dan vink ik hem niet aan en dan kan de gebruiker dat niet zien. Bij Save and Restore Options vul ik eventueel de titel van mijn iBook in. Dus als ik deze puzzel onderdeel wil laten zijn van een iBook die ik met iBooks Author maak, dan vul ik hier de titel van dat boek in. De gegevens van mijn puzzel worden dan in dat boek opgeslagen. Goed, ik ga naar de preview modus. Want ik wil nu zien wat hij doet. Ah, ik heb nou veel meer puzzelstukjes, dat is leuk. En hier rechtsboven heb ik dan dat rondje met het vraagteken. En als ik daarop klik, dan krijg ik dus de hint te zien. En nu hoef ik alleen nog maar de puzzelstukjes hier overheen te leggen. Je ziet dat dit scherm niet het hele scherm van mijn laptop dekt, maar hij staat ingesteld op iPad 1024x768. Dus dat wil zeggen dat deze dan precies op een iPad past. Als ik hem beeldvullend wil, dan moet ik even hier selecteren Resizable. En dan wordt hij full screen. En dan zal je zien dat als je hem in bijvoorbeeld een Chromebook opent op een website, dat je hem helemaal beeldvullend krijgt. Nou, stel ik heb al die stukjes in elkaar zitten en ik wil de puzzel nog een keertje maken, dan hoef ik hier maar op het vuilnisbakje te klikken en dan vraagt hij of ik opnieuw wil beginnen. En dan zeg ik ja hoor, ik wil opnieuw beginnen en dan zijn de stukjes opnieuw over het werkblad verdeeld en kan ik opnieuw de puzzel maken. Oké, ik vind hem hartstikke mooi en nu wil ik hem eigenlijk gaan delen met mijn leerlingen. Nou, ten eerste kan ik ervoor kiezen om hem op te slaan met Save. Jigsaw puzzle. Nou, laat ik dat maar eens opslaan. En nu moet ik hem nog uploaden om te kunnen delen met mijn leerlingen. Nou, als ik op upload klik, dan krijg ik hier een code. En deze shortcode moet ik dus met mijn leerlingen delen. M-B-E-G-K-A. Heb je een iPad, dan kun je dat gewoon invullen in de app. En dan downloadt hij de widget. Maar heb je bijvoorbeeld een Chromebook, dan moet je dus deze link aan je leerlingen geven. www.bookwidgets.com/play/ en dan die shortcode. Ik doe dat nu even niet. Dit was slechts als voorbeeld. Dus ik druk even op cancel. Maar dit is dus hoe je zo'n jigsaw puzzle widget invult en heel snel een legpuzzel maakt. Het kan dus binnen een minuut.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En wellicht tot de volgende film.